U kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Bewolking boven het zuidoosten van het land, opklaringen met zonneschijn in het noorden, dat was de tweedeling vanmiddag. Vanavond gaat die tweedeling verdwijnen, de wolken trekken dan weg. We hebben overal opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Zes of zeven graden en een tijdelijk afnemende wind. Vannacht neemt de wind alweer toe, wordt weer hard langs de kustwindkracht 7. In het noorden valt misschien een bui, verder nog een paar opklaringen en minimumtemperaturen tussen 3 en 7 graden. Morgen loopt de temperatuur op naar 6 tot 8 graden. Er valt een enkele bui in de loop van de dag, mogelijk zelfs met een winters karakter, beetje hagel erbij. Een stevige wind die in de middag afneemt en er is ook ruimte voor een klein beetje zon tussendoor. Vrijdag blijft het lang droog met zonnige momenten en 4 tot 6 graden na een nacht met lichte vorst en dus met kans op gladheid. Zaterdag wordt het onstuimig met veel wind, bewolking, regen en sneeuw, alles door elkaar. Zondag nog een laatste winterse bui. Ook alweer wat zon en duidelijk lagere temperaturen. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.